Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Hier was ik in Heerenveen. En dat was wel heel gezellig, want je was hier in de winkelstraat. En ze hadden hier ook allemaal van die bomen in zo'n vierkant gemaakt. Dat was wel mooi. Maar toen kon je ook hier nog door zo'n hele smalle steeg heen lopen. En dat was wel heel spannend, want toen kwam je weer in een andere winkelstraat terecht. En toen hadden ze van die Taco Fashion VIP deals met korting en zo. En hier hadden ze ook weer allemaal terrassen en van die dingen waar je naartoe kon lopen. Want er was hier zo'n soort buizenstelsel met lampen eraan. Dus dat was wel raar. Maar het was wel leuk, want je kon ook eronder doorlopen. Dus dat was wel spectaculair en zo. En toen was ik al hier weer bijna doorheen. En toen hadden ze hier ook nog kwarkbolletjes. Dus er waren gewoon bollen waar ze kwark in hadden gedaan. Maar je had ook nog een soort terrassenplein hier waar je dan kan zitten als het mooi weer is. En die had een hele rare bank, want die had eigenlijk maar één rugleuning. Dus dat was wel jammer, want dan kan je alleen maar in je eentje hier zitten. En toen kon je ook nog wel langs het water lopen. Dus dat was wel mooi voor als je van het water houdt. Want ze hadden ook allemaal planten en zo in het water. Dus dat was wel een soort natuur. En toen hadden ze ook hier nog zo'n ding waar je onderdoor kan varen. Maar dan moet je wel uitkijken dat je niet met je kop tegen die rand aan knalt. Want ze hadden ook nog zo'n trap met maar drie treden. Dus dat was wel niet eens nodig om een trap te maken. En die had hij ook nog gewoon van die blokken die ze neer hadden gezet. En allemaal vierkanten. En ze hadden zelfs die planten hadden ze in een soort vierkant gezaagd. Dus dat was wel raar. Maar je kan ook nog wel hier langs zo'n fietspad lopen. Maar dat hadden ze niet in zo'n witte lijn. Dus dat was wel gevaarlijk. En hier had je zo'n touw die zo'n dak omhoog hield. Dus dat was ook wel raar. Want als je die doorknipt, dan valt het dak omlaag. En toen kon je ook nog over deze brug heen lopen. Dus dat was wel spannend. Want toen was ik hier op de helft ongeveer en toen was ik alweer hier vanaf. En hier had je ook nog een camping waar je kan kamperen. Maar je kan ook hier nog rechtdoor, maar toen moest ik afstand houden, want die vrouw liep daar. En toen werd het wel grappig, want deze straat heette Fok, dus toen ging ik wel lachen. Maar je hebt ook nog hier zo'n copy shop en alles. Leek net of er een nul vormgeving, nul drukwerk stond, maar dat was niet zo. En hier heb je allemaal discolampen in de grond, dus dat was wel tof. En toen hadden ze ook hier nog een soort camping waar je ook kan ontspannen. Maar hier heb je al een winkel die heet Binnen het Overkant. En toen stond hier zo'n briefje met verhuis naar de overkant. Dus dat was wel toevallig. En je kan ook hier nog klompen kopen als je uit het jaar nul komt. En hier kan je geen niet fietsen op het terras, maar er stonden wel overal fietsen. En toen was het ook wel leuk dat die fiets hier uit de muur kwam. Want ze hadden hier ook nog zo'n heel raar gebouw met een soort kunst of zo. Maar dat was vet lelijk en dat was het. Doei!